En daar zijn we weer, beste kampeerfans van Nederland en Vlaanderen. Dit is alweer de 7e Camping Trend Live Show. Fijn dat jullie er weer bij zijn. En ook vanavond hebben we weer leuke onderwerpen. Zoals die nieuwe 4x4 buscamper van Yukon. En nieuws van Detlefs. Ja, en verder laat Jos in deze aflevering zijn nieuwe Flyer e-bike zien. We gaan het ook nog hebben over de 4x4 trend die we nu in Camperland rond zien waren. En ik heb nog een handig dingetje opgeduikeld waarmee je cassetteluifel een upgrade geeft. Dus het wordt weer een leuke show vanavond. En geef ons meteen even dat duimpje, want daar worden we blij van. En waarom worden we daar blij van? Zo komen we namelijk hoger in de ranking bij YouTube. Dan worden we voorgesteld aan andere kampeerders. En dat vinden wij dan weer belangrijk. Maar eerst even voorstellen, ik ben Dick Willem Haring. En ik ben Jos Mark van Camping Trend. Deze uitzending komt trouwens uit Zuid-Duitsland, want de W en ik zitten bij de Vichtelzee. En dat is weer dicht bij Tsjechië. Prachtig meertje trouwens, daar hebben we een paar keer rond... gaat goed, Fien? Daar hebben we een paar keer een rondje omheen gemaakt om de hondjes uit te laten. Kraakhelder water ook, maar ook best wel een beetje frisjes. Ja, zeg maar. Het was ongeveer zo fris. Zo koud was het. Maar terug naar de onderwerpen in deze live show, want bij die Vichtelzee presenteren Frankia zijn nieuws en we beginnen met de nieuwe Yukon buscamper. Van Frankia. En daarna zie je nieuws van Detlefs. Kijk maar mee. Kijk maar mee. Tot 2020 had Frankia nog geen buscampers in het programma. Maar in het jubileumjaar, waarin Frankia 60 jaar bestond, werd hij als een grote verrassing geïntroduceerd. En dan hebben we het over de Yukon, waar toen nog in kleine lettertjes Made by Frankia aan was toegevoegd. Nou, dat was dus in 2020, waarbij het merk zich volledig richtte op avonturiers en levensgenieters. Want, zei Frankia toen, jobs fill your pockets, but adventures fill your soul. Nou, en dat was bij de start. En vervolgens kwam er in 2022 de mogelijkheid voor een hefdak bij, waardoor je met 4 personen op vakantie kunt. En inmiddels zitten we in modeljaar 2024. 4 jaar na de succesvolle introductie van Frankia's buscamper. En inmiddels staat die Yukon helemaal op eigen benen en zijn die kleine lettertjes bij Frankia verdwenen. De Yukon-serie bestaat uit maar liefst 10 modellen. 4 wagens op Mercedes, 4 op Fiat en 3 modellen op de Renault Trafic. Na 4 jaar is het tijd voor een next step bij de Yukon en dan hebben we het over de speciale K-Peak Edition van de Yukon 4x4 op Mercedes. Die K-Peak is leverbaar met 3 modellen in 2 lengtes. 6 en 7 meter, allebei met lengtebedden en er is een 6 meter versie met een dwarsbed, zoals die hier nu achter me staat. En kijk even naar die superstoere wagen die er dankzij die K-Peak uitvoering nog dikker bij staat. We beginnen met de buitenkant. Een stoere grill met dat prominente Mercedes sterretje. Nou zeg maar gerust ster. Hij heeft LED-verlichting, 2 dikke verstralers boven de voorruit. Een stoer noppenprofiel op die 4x4 banden en een hefdak. En dat hefdak is trouwens een optie en daardoor heb je wel meteen 2 extra slaapplekken aan boord. En als je dat hefdak bestelt, dan krijg je er meteen een mini heki dakluik bij, plus een extra zonnepaneel van 90 watt piek. Binnen heeft deze wagen een dwarsbed waarbij extra lengte is gecreëerd door een uitbouw bij zowel het hoofdeind als bij het voeteneind. In de hele wagen zien we bovenkastjes met geknikte kastkleppen en leuk detail is dat die geknikte vorm het logo van Yukon een beetje nadoet. Verder zien we een compacte keuken met 2 gaspitten en extra werkruimte krijgen door een opklapbaar gedeelte van dat werkblad aan de zijkant. In het badkamertje is een Tedford banktoilet geplaatst en een ruimtebesparende opklapbare wastafel. En daarnaast heb je natuurlijk ook de mogelijkheid om te douchen. Met de omgedraaide cabinestoelen ontstaat verder een gezellige loungeplek voor 4 personen. De wagen heeft dieselverwarming aan boord en daardoor heb je aan een 5 kilo gasfles voldoende. Die gebruik je namelijk alleen maar om op te koken, want ook de koelkast is een compressorkoelkast en die werkt dus op elektriciteit. Achterin, onder het bed, is veel ruimte voor bagage en eventueel kun je dat bed ook opklappen, zodat je daar 2 fietsen kwijt kunt. Maar die kun je beter buiten hangen op een goede fietsendrager. De K-Peak kun je gerust een all-inclusive wagen noemen met een 190 pk motor, een 300 ampère lithium batterij aan boord, een 90 watt piek zonnepaneel en dan heb je ook nog die stoere schijnwerpers die ik net al noemde boven de voorruit. Verder zit het M-Buck systeem erin voor de navigatie, de radio en de telefoon. Hij heeft een 360 graden camera systeem aan boord om makkelijk te kunnen parkeren. Er is leren bekleding met microvloer strepen in het midden
en je slaapt op Frolly schotels en comfortmatrassen. Nou, uiteindelijk zijn er maar 4 opties om die riante standaard uitrusting nog een beetje te kunnen upgraden. En dan moet je denken aan een 2000 watt inverter, zodat je altijd 230 volt aan boord hebt. Een wifi router, een bijpassende luifel voor deze wagen. En natuurlijk dat hefdak wat ik net al noemde en waarmee je dus van een 2-persoonswagen een 4-persoons buscamper kunt maken. Prijstechnisch komt hij in Nederland net onder de 145.000 euro. En dat is zo'n 10 mil goedkoper dan zijn concurrenten op 4x4. En deze Yukon is gewoon geschikt voor het normale B-rijwijs. Dat is ook wel even fijn om te weten. Dus als je serieus op avontuur wilt, meld je dan even bij Rama, de Yukon dealer in Nederweert. Hier naast me en hier achter me zie je de nieuwe Detlefs Globetrail. De buscamper die Detlefs nog niet zo heel lang geleden op de markt zette. En dan zou je denken, Detlefs en buscampers, dat hebben ze toch nog niet eerder gedaan? Nou, dat klopt maar gedeeltelijk. Maar wat bijna niemand weet, is dat in de Detlefs-fabriek in de afgelopen, hou je vast, 17 jaar, meer dan 55.000 buscampers zijn gebouwd voor andere merken. En na 17 jaar busjes bouwen voor andere dag Detlefs, en nu bouwen we er eentje onder onze eigen naam. En met al die ervaring kun je dus spreken van een flink doorontwikkelde buscamper. En daar was hij dus opeens, de Detlefs Globetrail. Toen in 1 uitvoering met 2 modellen, maar wel meteen een 90 years variant met allerlei extra's. Zoals de standaard luifel, mooie strakke vlakke inlegramen, indirecte verlichting in de hele wagen, lichtmetalen wielen en nog veel meer. Nou, door het succes van dat luxe introductiemodel komen er voor modeljaar 2024 veel meer varianten aan, waarbij die luxe 90 years edition eigenlijk onveranderd overgaat in de Advantage. Maar dan meteen in maar liefst 6 indelingen. En dus stuk voor stuk met al die luxe extra's, zoals die mooie luifel, die vlakke ramen, die sfeervolle indirecte verlichting en die stoere lichtmetalen wielen. Nieuw is ook dat je in de Advantage 2 verschillende interieurstijlen kunt bestellen. Die Advantage gebruikt de Fiat en Citroën als basisvoertuig en er is ook een variant op basis van de Ford Transit. En dat is in dit geval de 590 DC. Van de Globetrail komt er voor 2024 ook een classic serie, iets minder luxe uitgerust als een glamoureuze zusje, maar nog steeds een allround inzetbare kampeerbus met maar iets meer basic, dus zonder inlegramen, zonder indirecte verlichting maar gewoon, en met gewoon stalen wielen. Maar dus ook een stuk goedkoper. En bij de Classic kun je ook kiezen uit de 6 indelingen. Net als bij de Advantage wordt ook de Classic gebouwd op Fiat en op Citroën. En ook hier zien we een variant op Ford, de 590 DK. De ervaring die Detlefs heeft bij het produceren van buscampers zie je bijvoorbeeld heel goed aan innovaties zoals de draaibare badkamer in de 600 en in de 640. Met een achterwand die kan wegklappen zodat er dus een volwaardige douche ontstaat. Zodat je kunt douchen zonder dat de rest van die badkamer nat wordt. Nog zoiets, de waterkraan kun je gewoon uittrekken en op die manier gebruiken om te douchen. Eventueel zelfs buiten, want er is ook nog standaard een openslaand raam. Handig om te ventileren of als je net naar het toilet bent geweest. Het interieur van alle Globetrail buscampers is gebaseerd op de populaire indeling met de bedden achterin. Afhankelijk van het model is dat bed dwars of in de lengterichting. Met natuurlijk lattenbodems eronder en veel ruimte daaronder voor bagage. En nog meer bagage kun je kwijt in de bovenkastjes in het slaapgedeelte. Die zitten daar helemaal rondom. Dus ook bij de achterdeuren standaard. Alle modellen hebben een compacte keuken, meteen achter de schuifdeur. En als je de stoelen in de cabine omdraait, ontstaat er een gezellige woonlounge waarin je met 4 personen makkelijk kunt zitten. Maar er zijn natuurlijk ook kleine verschillen en die kun je het beste eens zelf gaan bekijken bij de Detlefs dealer. Want die Globetrail is echt een wagen die je gezien moet hebben als je in de markt bent voor zo'n compacte kampeerbus. Hey DW, ja. Vond je dat geen leuke producten? Ja, nogal. Hartstikke leuke producten, Jos. En je krijgt meteen zin om erop uit te trekken, maar dat zijn wij nu wel aan het doen. behoorlijk. Ik ben al een week of... ik ben 6 weken onderweg. Zo dan. En het verveelt eigenlijk nog geen dag. Ofwel één. Nee, hè? Nee, het verveelt nog geen dag. Nee. Dit is wel meteen het moment voor een beetje reclame. Want we hebben een mooie deal voor jullie kunnen afsluiten met Bamigo. En dat is onderkleding en bovenkleding gemaakt van bamboe. Ja, bamboe. En dan moet je met bovenkleding moet je dus denken aan t-shirts, polo's, broeken en zelfs truien. En het bijzondere van die Bamigo kleding is dat het niet alleen gemaakt is van de zachtste stof
ever. Lekker zacht. Het is ook nog eens een keer absorberend en ademend, waardoor je de hele dag fris blijft. En daarnaast is bamboe ook nog eens veel duurzamer dan bijvoorbeeld katoen. En speciaal voor de kijkers van Camping Trend, van de Camping Trend Live Show, hebben een superkorting geregeld. Ja, dat klopt helemaal, DW. Want met de kortingscode Camping25, ik zal het hieronder ook nog even zeggen, Camping met kleine letters en 25 eraan vast, krijg je maar liefst 25% korting op je eerste Bamico bestelling. Dus niet op dat ene t-shirt of polo, maar als je die hele shop leegkoopt, krijg je 25% korting op je hele winkelwagen. Ja, op de hele bestelling dus. En jij zegt iedere keer Bamigo en ik zeg Bamigo. Het is ook Bamigo. Oh, gelukkig. Nou ja, en als je dan weet dat Bamigo met 15.000 beoordelingen een rapportcijfer scoort van een 9,2, meer dan Jostro's Nederlandse opstel, echt? Dan weet je dus zeker dat het echt lekker zit. Dus doe er je voordeel mee. En daarmee kunnen we door naar het volgende onderwerp, de e-bike van Jos. En daarna dat handige zijwandje voor in die cassettenluifel. Hier zijn de filmpjes. Dat Nederlands? Dat was een 2,9. We hebben dit kampeerseizoen een samenwerking met Flyer e-bikes. En we gaan verschillende van hun fietsen uitproberen. Je zag ons al eerder op die elektrische vouwfietsen waar we nogal tevreden over waren. En dit seizoen gaan we onder andere aan de slag met de Go Tour en de Upstreet. Dit is de Upstreet in de 7.23 uitvoering. En dat betekent dat die onder andere is uitgerust met een aandrijfriem in plaats van een ketting. En hij heeft een Enviolo-aandrijving. Nou, dat laatste is een traploze versnelling en die kun je dus precies zo instellen dat hij voor jou het lekkerst fietst. En dat werkt met een soort gashendel aan de rechterkant van het stuur. En zo kun je hem een fractie zwaarder of juist lichter laten trappen, terwijl je bij normale versnellingen de keuze hebt bij bijvoorbeeld 5 of 8 standen. Met die Enviolo is dat dus helemaal traploos. En dan over die aandrijfriem. Nou, die is helemaal onderhoudsvrij. Je hoeft hem niet te smeren of af te stellen. En daarnaast kun je ook nooit een vette streep op je been of broek krijgen. Het frame van de Upstreet is helemaal van aluminium. En alle kabels worden door dat frame gevoerd, zodat je nergens aan kunt blijven haken. En daarnaast ziet hij er natuurlijk super strak uit. Nou, deze fiets is verder uitgevoerd met hydraulische schijfremmen en een verende voorvork met een veerweg van 75 mm. Die kun je helemaal instellen op je gewicht en op je rijgedrag. En daarnaast heeft hij ook nog een verende zadelpen voor nog meer rijcomfort. De Upstreet is uitgevoerd met een Panasonic motor en daarmee heeft Flyer jarenlange ervaring. Die Panasonic Ultimate Pro Fit levert maar liefst 95 Nm en heeft ook een loopondersteuning. Handig voor als je bijvoorbeeld even een steil dijkje op moet lopen. Of als je met volle fietstassen het laatste stukje door hoog gras naar de caravan moet. Daarnaast heeft die Panasonic 4 ondersteuningsstanden, inclusief een automaat. En die is helemaal geweldig, want daarmee kun je zelfs in de zwaarste versnelling wegfietsen. De computer regelt automatisch dat hij dan de beste ondersteuning biedt voor dat moment. En dan heeft hij ook nog een aparte stand voor als je in een zware versnelling voor het stoplicht staat te wachten. Ook dan fiets je gewoon weg zonder dat je hard op de pedalen hoeft te trappen. Voor de banden heeft Flyer gekozen voor Marathon Allrounder. Een brede band waarmee je prima door het stadsverkeer kunt rijden. Maar waarmee je door het profiel er ook goed mee uit de voeten kunt op een bospaadje. Bijzonder om verder te vermelden is de in eigen beheer ontwikkelde fietsverlichting die een enorme plons licht geeft in het donker, maar die ook overdag zorgt voor maximale zichtbaarheid en dat geeft een veilig gevoel. En dan hebben we het nog niet gehad over het in eigen beheer ontwikkelde Flyer Intelligent Technology Systeem, FIT, dat allerlei systeemcomponenten aan elkaar koppelt, waardoor je op het display van deze Upstreet allerlei informatie kunt aflezen. Natuurlijk de snelheid, maar ook de afgelegde afstand en de range van de ingebouwde 750 watt accu. Maar ook de hoogte als je de bergen rijdt, het stijgingspercentage, de buitentemperatuur, je eigen verbruik in calorieën, de cadans, je trapfrequentie dus, het vermogen waarmee je kracht uitoefent op de pedalen, net als een wielrenner, en de tijd dat je onderweg bent. Nou, om dat soort informatie te kunnen zien, verbind je de Upstreet draadloos met een app op je telefoon. En zo kun je dus ook mooie routes rijden, zoals die van de Komoot fietsroute app. En daarmee is dit eigenlijk de ideale vakantiefiets. Nou, slim fietsje hoor, die Flyer Upstreet.
In deze video laten we de Travelife Scala zien. Een zijwand die je gewoon kunt bevestigen aan je Fiamma, Dometic of Thule Cassette luifel. Je weet wel, die luifels die je altijd op campers ziet, maar die je ook steeds vaker tegenkomt op caravans, zoals deze Eriba. En dat is niet heel gek, want het gebruiksgemak van zo'n cassette luifel is enorm. En dat wordt alleen maar groter met deze Travelife Scala zijwand. Want daarmee kun je een beschut plekje onder je eigen luifel creëren voor als het gaat waaien, als het regent. Maar bijvoorbeeld ook in de zon, voor je eigen schaduwplekje. De Travelife Scala zijwand heeft een diepte van 2,50 meter. En hij is er in 3 afmetingen en die hangen af van de camper of caravan die je in bezit hebt. Dat heeft namelijk te maken met de aanbouwhoogte, de afstand van de grond tot de onderkant van je cassetteluifel. De Scala is er in maatje M, L en XL en daarmee bestrijkt hij zowat alle campers en caravans. Deze L bijvoorbeeld, die gaat van 2,45 tot 2,64 meter. En de M zit daar dus onder en de XL gaat zelfs tot een aanbouwhoogte van 2,84 meter. Je spant hem met de bijgeleverde aluminiumstang tussen de voor- en de achterkant van je cassetteluifel en met de zogenaamde smartlock zet je hem op spanning. Daarmee trek je het doek mooi strak. Je hoeft dus helemaal niks te boren of te schroeven aan je eigen luifel. Gewoon inklikken, uitspannen en klaar. De Scala heeft een tochtvrij afdichtingsprofiel met een schuimkussen dat je tegen de wand van de camper of caravan drukt. Handig aan de zijwand is dat je hem aan de linkerkant kunt gebruiken, maar ook aan de rechterkant. Het gordijn bevestig je met magneetjes en die zitten aan 2 kanten van de zijwand. Een super slimme dag. Het doek is van dubbel gekoot polyester en daardoor is hij water- en UV-bestendig. En daardoor gaat hij dus jaren mee. De zijwand heeft een groot rond raam en dat ziet er niet alleen leuk uit, maar dat geeft je ook een riant uitzicht op de omgeving. En als je wat meer behoefte hebt aan privacy, dan gebruik je dus die meegeleverde blindering met die handige magneten. De Travelife Scala wordt helemaal compleet geleverd, dus inclusief opbergtas, trapspanners, tada, deze dus, en kunststofharingen. Nou, lekker uit de wind zitten inderdaad. Maar we gaan het even hebben over de 4x4 trend in Camperland. Nou. In een vorige live show nam ik jullie al mee over de grootste 4x4 beurs van Europa. De Abentoya Allrad. En vorig jaar zagen we de Hiemer Venture S. En ja. Daar heb ik laatst nog mee gereden. En we hebben ook nog gereden met de Sunlight 4x4. Die jullie ook in de live show voorbij zien komen. En nu hebben we de Yukon 4x4 in de show. En jij was laatst toch bij een dikke LMC? Ja, dat was op Ford. Maar het slimme daarvan, dat was gewoon een voorwiel aangedreven. Die leek op een 4x4. En eigenlijk is dat best slim. Want dat levert hartstikke gave looks op, die ruige banden en die lampen. En daar knappen die wagens wel heel erg van op. En het slimme van die LMC is dat je dan niet het verbruik hebt van een 4x4, want die dingen verbruiken gewoon duidelijk meer diesel. En je betaalt natuurlijk ook veel minder, want 4x4 betekent een flinke aanslag op je budget. Toch zou ik het wel gaaf vinden om die onbereikbare plekken op te zoeken. En dan heb je wel een 4x4 nodig. Wat denk jij, Joost? Ja, dat lijkt me wel. Met name voor die onverharde paden. En ook ideaal op een nat grasveld als je een keer een beetje verzakt zit. Want dan trekt zo'n 4x4 er echt wel uit. Maar natuurlijk kun je meer met zo'n wagen. Helemaal in je uppie in een verlaten bos overnachten. Tenminste, in je uppie. Ik neem Ineke natuurlijk niet. Nee, ja, maar voor de rest zo goed als in je uppie. In een verlaten bos onveilig maken. Dat lijkt me heerlijk. Onveilig maken met Ineke. Ja, met Ineke. Jezus, zo had ik dat 4x4 nog nooit bedacht. Maar dat zou wel leuk zijn als je dat in Scandinavië doet of zo. Zo. Of gewoon in Duitsland zo'n bos inrijden, ja, zoals heerlijk. Waar we hier staan. Mag bijvoorbeeld. Het niet, hè? Nee, want dan ga je tot wij worden weggestuurd door de boswachter. Maar goed, we hebben wel meer merken gezien met dat 4x4. In Nederland bouwt Geert, die bouwt die Innova. Ja. In Brabant worden die hele dikke Blissmobiels gebouwd, die overlanders. Ja, en in Spanje ontmoette ik Martijn, die heeft een eigen bedrijf waarmee die 4x4's bouwt op MAN. Helemaal naar wens van de klant met dat bedrijf Art Overlanders. En daar ga ik trouwens binnenkort even een bakkie doen. Dus veel 4x4 nieuws. Nou, misschien moeten we eens een keer proberen om een 4x4 op pad te gaan. Ja, dat lijkt me. Zo'n bakkie als de Yukon. Nou, we zouden die Yukon prima kunnen vergelijken met bijvoorbeeld die Grand Canyon van Hiemer bijvoorbeeld. Ja, dat zou kunnen doen. Dat zou wel een hele leuke reportage opleveren. Ja. Dat moeten we eens even gaan overleggen met de importeurs. Ja, wat vinden jullie van dat idee? Moeten we dat doen of moeten we dat niet doen? Nou, reageer even in de comments als je dat een goed idee vindt. Dan gaan wij gelijk eventjes naar de kookshow en dan wachten we even af hoe jullie daarop reageren. Ik heb weer een lekker campingrecept voor jullie. Kijk er even mee. Ja, daar ben je. En vandaag maken we een super simpel gerecht op de Kadak City Chef 40. En dat is een
One Pot Pasta. We maken een vuurtje. En hij brandt. Ik gebruik een diepe pan, een wok. Want de pannen die hierbij zitten, ja, die zijn er niet echt voor geschikt. En we beginnen met een beetje olie. In de One Pot Pasta gaat eigenlijk alleen maar gehakt. Tomaat, pasta, een beetje ui, een courgette, peper en zout. We hebben een bouillonblokje, dus die zout laten we grotendeels achterwege, maar voor dat kleine beetje dan toch. Knoflook natuurlijk, want ik kan geen pasta hebben zonder knoflook. We beginnen met het rullen van het gehakt in een beetje olijfolie. Nou, dit is 500 gram gehakt, maar alles is natuurlijk afhankelijk van hoeveel gehakt je wil. Misschien wil je deze pasta zelfs wel zonder gehakt maken, dan kan dat ook uitstekend. Het uitje. Het hele gerecht duurt ongeveer een half uur, 40 minuten om klaar te maken. Maar het grootste gedeelte gebeurt terwijl ik daar rustig op een stoel zit. En een blikje bier. Of een glaasje wijn. Na de uitjes gaan ook de knoflook erin. Dat doe je natuurlijk gewoon naar smaak. Dat roeren we ook weer even bij elkaar. En dat laten we rustig even een beetje aanfruiten tussen het gehakt. Het grote voordeel van dit gerecht is, je hebt uiteindelijk maar één pan nodig. Dus je hoeft geen aparte pan voor de pasta te doen. Je doet alles in één pan. En een kwestie van wachten. Dan is het zometeen gewoon klaar. Dan wordt het voor tijd voor een beetje verse zwarte peper. En ik had nog een courgette over. Dus ook die gaat erin. De uitjes beginnen nu een beetje glazig te worden. En het is tijd voor de courgette. Het begint inmiddels heel erg lekker te ruiken. Dat komt natuurlijk door die knoflook en die ui. Vervolgens hebben we een blikje met gesneden tomatenblokjes. Nou, je kunt overal in Europa passata kopen of tomatenpuree of wat dan ook. En het maakt eigenlijk niet uit als er maar tomaten in zitten. Nou, ik vind dat met die tomatenblokjes wel leuk. Maar het kan desnoods ketchup zijn. En de reden waarom ik dat er nu al bij gooi, dan kan het even meebakken en dan wordt die tomaat wat zoeter. Nu heb ik een half liter ongeveer, 500 milliliter warm water. Dat is in de waterkoker geweest. Dat gaat er zo goed als helemaal bij, tot het een beetje onder water staat. Nou, het is 250 milliliter geworden. Dan moet ik een beetje in de gaten houden, dus even proberen. En dan kruimel ik een bouillonblokje erbij. Nou, dat kan groentebouillon zijn, dat kan rundvleesbouillon zijn. In dit geval is het kippenbouillon. Ah, de basilicum. Bijna vergeten. Want het moet natuurlijk wel een beetje Italiaans smaken. Hè? Dat verdwijnt zo meteen helemaal. En het geeft heel veel smaak af. En dan is het tijd voor de spaghetti. De saus kookt inmiddels. En de spaghetti gaat er dus gewoon in zijn geheel in. Nou, die bollen die eet ook mee. Oh, die lange. Oh, daar heb je hem toevallig. Hallo, schatje. Hier is de bollen. Dat is niet genoeg. Oh, moet er meer bij? Ja, lekker man. Wat ben je aan het maken? Ik ben wanpot pasta aan het maken. Spannend. Ja, dat vind ik zelf ook, want ik heb het nog nooit eerder gedaan. Het ziet er wel, het ruikt lekker en het ziet er ook nog lekker uit. Ja, dat vertelde ik net al. Dat als je hier stond, dan had je gelijk trek. Vervolgens gaat de deksel erop, maar we moeten dat wel af en toe even controleren. Want anders gaat al die spaghetti aan elkaar plakken. Dat willen we natuurlijk niet. Maar voor nu is die even weg. Ik hoop het. En kijken we of er wat van te bakken is. Natuurlijk handje kaas eroverheen voordat die op je bord gaat. En basilicum, Jos. Basilicum heb ik ook. Dat zit er al doorheen. Echt? Ja. Jazeker. En dan krijg je nog op je bordje ook. Oh, ja. Nog een beetje verse basilicum natuurlijk. Kom maar op met dat hongerige lichaam van je. Nou ja, ik heb het liever op mijn bord. Zeg het maar. Ja. Hij mag blijven. Vooral erg. Nee, maar hij smaakt goed. Ja. One pot pasta. Nou, zo maak je het. En in totaal 40 minuutjes mee bezig geweest. Helemaal niks. Ideaal voor op de camping. Eén pan, één gaspit, klaar.
Jij kunt lekker koken, jongens. Je bent zachtjes aan wel een beetje de pasta koningin van Camping Trent aan het worden. Hè? Maar daarmee zijn we wel aan het eind gekomen van deze ubergezellige Camping Trent live show. Dus geef ons nog even snel het duimpje. Kan nog net. En daar help je ons enorm mee. Want met zoveel mogelijk duimpjes worden wij dus beter gevonden in YouTube. Komen we hoger in de ranking. Dat heeft met algoritme te maken. Ja, dan worden we ook als suggestie voorgesteld als mensen andere kampeerfilmpjes kijken. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Vergeet die kortingscode niet, want dat krijgen jullie dan weer van ons terug in de webshop van Bamigo. 25% korting op je eerste bestelling met de code CAMPING25. Kleine letters en alles aan elkaar vast. Nou, volgende week zijn we er dus weer met een nieuwe Camping Trent live show. Zelfde tijd, andere plaat. Wel dinsdag om 19:30 s'avonds. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Ik heb trouwens nog wel een lekker biertje. Oeh.